Bij Liander hebben we net als andere sectoren te maken met wachttijden en tekorten. Dit komt door een tekort aan materialen en personeel. Ook hebben we te maken met een grote toename van het aantal vragen en opdrachten. Hoe we hiermee omgaan, leg ik uit. We zetten alles op alles om nieuwe medewerkers op te leiden en bij of om te scholen. We bereiden onze klantenservice uit en we updaten informatie op de website, zodat jij gemakkelijker vindt wat je zoekt. We zetten gebruikte materialen, zoals elektriciteitsmeters, opnieuw in en vragen onze leveranciers meer materialen te leveren of zoeken nieuwe leveranciers. Ondanks dat wij er alles aan doen om de wachttijden te verkorten, hebben we niet overal invloed op. Dat komt door de verschillende lockdowns in de wereld, het tekort aan grondstoffen en de situatie in Oekraïne. Zo kunnen bijvoorbeeld onze leveranciers niet garanderen dat de leveringen die gepland staan ook op tijd geleverd worden. Dit zorgt voor vertraging van leveringen en beperkte voorraden van materialen. Zo ook voor onze elektriciteitsmeters. Er worden inmiddels meer elektriciteitsmeters geproduceerd, maar er moeten ook achterstanden weggewerkt worden. Houd daarom rekening met vertraging. Maar er is ook iets wat jij kan doen als klant. Ga in gesprek met een installateur over de mogelijkheden van je huidige installatie en je aansluiting. Meer weten over de tekorten? Ga dan naar onderstaande link voor meer informatie.